Ja, ik ben een beetje de visuele geschiedschrijver toch wel. Ik merk gewoon dat heel veel beelden echt ertoe doen om die te bewaren, op te zoeken en ook te maken. En er wordt natuurlijk heel veel gefotografeerd, maar er wordt nog te weinig gedocumenteerd op een goede manier. En ik denk dat mijn bijdrage daarin is om dat goed te doen. De mensen laten zijn, blij dat dat toen vastgelegd is. In 1979 werkte ik bij de Radio Sterrenwacht in Dwingelo, maar daar kwam ik regelmatig in Westerbork ook op het terrein. En toen kwam ik daar en zag ik af en toe de rails liggen en dat deed mij al iets waarvan ik dacht van, hé, wat een heel bijzonder gebied. Ik wist natuurlijk een klein beetje over de geschiedenis. En later werkte ik bij het Noord-Nederlands Fotopersbureau, zo rond 1987. En toen in 1983 was ik daar bij de opening met de koningin. Ik werkte toen ook voor Drentsche Assen, Nieuwsblad, Dagblad Trouw, NRC. Dus voor heel veel kranten. En op een gegeven ogenblik kwam ik daar steeds vaker. En ja, kreeg ik steeds meer contact met de mensen die daar werkten. En werd mij gevraagd van, god, kan je wat extra foto's maken? En zo ben ik uitgegroeid tot de huisfotograaf van Westerbork. Ja, die betrokkenheid wordt steeds intenser. Eerst is het natuurlijk gewoon omdat het, ik kom uit de omgeving, dus Westerbork heeft altijd een bijzondere plek geweest. Natuurlijk al met het oorlogsverleden, maar later ook met het kamp Schattenberg. Waardoor het gebied eigenlijk een bepaalde spanning oproept. En nu ik daar steeds vaker kom met het oorlogsverleden, ga ik steeds dieper erin graven. En daardoor wil ik ook proberen mijn steentje bij te dragen. In de zin van hoe ik dat kan vertalen in beelden voor later. Een typische Zaken Elsengaaf-foto. Als ik het zelf zou moeten omschrijven, is het dat ik ben klein, dus ik zat altijd vaak voor en ging me bukken, waardoor ik een kickforce perspectief kreeg. En met zwart-wit foto's was het mooi, want had je mooie contrasten. En later, met kleur, is er toch iets veranderd, maar eigenlijk doe ik toch nog een beetje hetzelfde. Ik probeer zoveel mogelijk weg te laten. Bijvoorbeeld, er kan een half hoofd of alleen een hand op staan en de rest een beetje op de achtergrond, waardoor er een extra dimensie ontstaat. Bijvoorbeeld die foto met die stoel in de commandantswoning. Nou, daar probeer ik dan een stukje ziel vast te leggen. En mensen zien dan een stoel met daarboven een plafond wat kapot is. En nou ja, ik kan niet alles vertellen natuurlijk, maar als mensen daar naar kijken, zeggen ze, goh, ik kreeg een heel angstig gevoel, maar aan de andere kant ook een heel, kon ik ook de sfeer proeven die in het huis zat. Nou ja, dat heb ik eigenlijk voor mezelf geprobeerd vast te leggen met die foto. Mijn beste foto van Westerbork op dit moment vind ik eigenlijk, en de foto die voor mij het meest vertelt, is de foto van de herdenking, dat je alleen maar twee handen ziet die een heel klein beetje bewegen met de Davidster. En dat is een foto waarvan ik zeg van, nou, dat is voor mij de herdenking van Westerbork. Waar je eigenlijk met je fantasie, maar ook met je geest een heel verhaal kan ophangen. Nou, Srebrenica was een van de meest bijzondere opdrachten via Westerbork. En mensen zullen ook zeggen van, goh, wat heeft Srebrenica met Westerbork te maken? Westerbork heeft natuurlijk een behoorlijk verleden met een herinneringscentrum. En in Srebrenica waren ze ook een memorial center, zijn ze mee bezig. En de expertise van Westerbork, daar maken ze gebruik van. En zo ben ik dus ook mee geweest om dingen bijvoorbeeld vast te leggen, zoals de Dutch Bed Graffiti's, om echt goed dingen te documenteren van begin daarmee, want het is weg voordat je het weet. En later denk je, hadden we dat maar gedaan? En Westerbork weet dat. En dat is dus die expertise van Westerbork. Ja, meer dan een herinnering kom ik eigenlijk op, omdat het is niet alleen maar iets wat je ziet en denkt van, oh ja, het was er. Maar ook hetgene van, wat ga je ermee doen verder? Hoe ga je verder? Hoe sta je verder in het leven? Dingen gebeuren nog dagelijks om je heen. Dus er zit ook een soort, ik wil niet zeggen echt een opvoedkundig aspect in, maar er zit wel een boodschap in van mensen. Pas op, er gebeuren zoveel dingen om ons heen. Voordat we weten, trappen we weer in dezelfde valkuil. Dus als de mensen eruit komen, hebben ze toch heel veel gezien in de zin van een stuk geschiedenis. Maar ook van een document over Westerbork en Srebrenica.